Het stadsbestuur van Lier gaat nu toch deurwaarders inschakelen om niet betaalde gasboetes te innen. Gasboetes zijn administratieve sancties voor kleine overtredingen. Uit cijfers blijkt dat bijna 10% van de overtreders een retributie nooit betaalt. N-VA heeft daar vragen bij. De burgemeester belooft om strenger toe te zien op de inning van de boetes. Gasboetes of gemeentelijke administratieve sancties worden niet opgelegd door de politie, maar door een speciaal daartoe bevoegde ambtenaar. Het gaat om een boete voor kleinere misdrijven, zoals sluikstorten of het aanbrengen van graffiti. In Lier kregen vorig jaar 900 mensen zo'n boete in de bus. Goed voor in totaal €65.000. Alleen niet iedereen betaalt zijn boete. 10% van de overtreders doet dat pas na één of meer aanmaningen. In de toekomst gaan we dat nog verstrengen in die zin dat ook de kost van die aanmaningen in rekening gaat gebracht worden. Maar daarvoor moet het reglement aangepast worden. En dat zal op de agenda van de eerstvolgende gemeenteraden geplaatst worden. Nog eens 10% van de overtreders laat zelfs na 3 aanmaningen niks van zich horen. Vreemd, zegt de partij N-VA, die aanhaalt dat er in 2010 al afspraken waren gemaakt om in dat geval deurwaarders in te schakelen. En dat is tot nu toe nooit gebeurd. Dat is voorlopig nog niet gebeurd. Het was eigenlijk wel de bedoeling van dat al 2 jaar geleden in beweging te brengen, zal ik maar zeggen. Maar daar zijn wat wissel geweest. De dossieroverdracht is moeten plaatsvinden. Dat heeft een beetje langer geduurd dan we zelf eigenlijk wilden. Maar ondertussen is dat opgelost en gaat dat in uitvoering gebracht worden. N-VA vindt intussen ook dat het stadsbestuur vaak te snel zwaait met administratieve sancties. Bijvoorbeeld voor het hangen van wegwijzers bij een evenement of een huwelijk. SPA Mechelen heeft de eerste voorlopige resultaten voorgesteld van de enquête.